Leuk dat je luistert naar Joardy Film Podcast. Op dit moment zijn we er niet, omdat we een podcast aan het opnemen zijn. Leuk dat je luistert naar Joardy Film Podcast. En deze week een goed gesprek aflevering met rapper YUNG NNELG. Oh, even voor de luisteraars. Om een beetje een beeld te kunnen schetsen hoe we jou ontvangen hier. Wat heb je aan? Ik heb nu Nike X-Skepta schoenen. Wat? Zwarte Air Max-achtige schoenen. Een houten broek. Ik heb een The New Originals hoodie. Ja. Staat er ook iets op de achterkant, toch? Of niet? Ja. Creators are the new athletes. Ben je het daarmee eens? Stelling van de fucking dag. Oh. Ja, man. Ik vond dat Kanye het heel goed had gezegd ooit. Hij kreeg... Kanye West. Kanye West, ja. Ja. En voor de luisteraar. Oh ja, precies. Ja. Voor de mensen die hem niet kennen. Ja. Ja. Omdat Nike vond dat hij geen atleet was. Dat deden ze alleen nog voor atleten toen de tijd. Dus hij van, yo, ik speel letterlijk in een arena. Dus ik ben de belichaming van een atleet eigenlijk. Als ZZP'er ben je ook... moet je overal en nergens tegelijk kunnen zijn. Je zou eigenlijk gewoon ook in plaats van street sportwear... zou je gewoon ZZP-wear moeten gaan verkopen. Gripbroek. Ja, en vakjes die je open en dicht kan doen voor... je bonnetjes. Vakjes voor je bonnetjes. Hey Glenn, heb jij... zeg maar, ben je goed bezig met het interieur? Ik heb heel veel planten. En ik hou echt van mijn planten. Dus ik heb laatst houten planken gezet voor schoenen. Heb je dat laten doen? Nee, ja, laten doen. Oké, door wie? Door de vriend van mijn vriendins... moeder, Jeff. Ja, maar dan zeg je, ik heb een paar planken nodig... of laat je hem komen en komt hij dan bij je langs? Ja, moet even kijken, neem ik aan. Je kan ook zelf, denk ik, gewoon aangeven welke plank je wil hebben. Nee, maar daarvoor vraag je, als je zelf weet welke plank je wil hebben... dan hoef je niet met zo'n guy te overleggen. Zo'n guy, hij heet gewoon Jeff. Hij Jeff. En volgens mij ga je samen met Jeff even staan kijken. Van, hey, luister. Dit fucking hoekje moet anders, Jeff. Real Talk met YUNG NNELG. Ik heb een luisteraarsvraag. Dit is een vraag aan onze gast... wat zijn jouw schoonheids- en toekomstidealen? We gooien een bal echt 20 jaar verder. 2000... We gooien hem gewoon ver weg, die bal. Okay. Weet je wel? Gewoon ver weg. Dit is wel gek, want... Dus dit gaan we later echt kunnen nachecken. Als dit ooit uitkomt. Ja. Dit is een pilot. Kleding. Gewoon altijd gratis krijg. Natuurvriendelijk, dus dat het gewoon een soort van cyber biodegradable. Ja. Fly ass houtcultuur streetwear. Ja, precies, als je de verwarming iets te hoog zet, dat al je truien weg zijn. Zo. Nee, maar dat de verwarming in je trui zit of zo. Yo, Jan. Hey Tim, hey man, hallo. Hey, ik zit met de rapper YUNG NNELG hier. Oh. Ja. Dus als je iets wil vragen, go ahead man. Hoe gaat ie? Goed man, met jou dan? Ja, lekker. Ja? Wij zijn laatst naar Groningen gegaan, toch? Met trein, reiskosten. Ja. En jij gaat met de buggy dan, toch? Ja. Maar als je dan je factuur, je kilometer dingen aan je werkgever, hoe doe je dat? Doe je dat via een factuur? Nee, ik zet dat ook op mijn factuur. Maar dat is dus weird, want je moet dan ga je dus je bovenop je salaris komt dan ook dat bedrag van je rijden. Maar daar moet je dan ook nog eens inkomensbelasting over gaan betalen op een gegeven moment. Ik geloof dat het ligt er een beetje aan hoe je het op je factuur zet. Als je reiskosten gewoon wat je hebt betaald, daar heb je natuurlijk al BTW over betaald, zeg maar. Maar is het treindeclaratie of kilometer? Nee, in mijn geval treinkaartjes. Die ik gewoon al heb betaald. Dus dan is het weird als ik het terugkrijg dat ik daar dan weer... Dan reken je geen BTW over dat bedrag. Maar dat komt wel bovenop de totale... Juist, ja, precies. Ja. Alright man, dankjewel. Yo, Tim. Ja, hey, Tim, love je jongen. Love Tim. Ja, oké. Hey, later jongens. Doei gasten. Ja. Joardy Film Real Talk. Hey, fucking hell, hè. Ik liep dus laatst in de Dirk van... Ik ging de Dirk van den Broek in. Ik loop de Dirk van den Broek in. Dope. En ze komen gewoon op mij met... Je moet een winkelwagen pakken. Ja. En toen zag ik de drukte. Toen zag ik de 1,5 meter ruimte. Ja. En toen heb ik het gewoon gecanceld. De trip gecanceld? Ja. Ik ging naar Albert Heijn. De irritatie is te begrijpen. Ja, als ik op de scooter rijd. Ja. En er zijn gewoon, een fietser die zit te appen. Ja. Dan denk ik ook van ja, je vraagt er eigenlijk niet gewoon om. Ja. Ja, dat soort shit. Maar ik wil gewoon een keer een hele dag schakelen. De fijnste auto waar ik in heb gereden tot nu toe was wel, denk ik, een BMW 4-serie. Mm. En mijn moeder heeft een Nissan Micra. Maar dat is ook wat dope. Die is gewoon wat ouder. Een Nissan Micra. Die is wel wat ouder. Maar dat is ook wel soms even fijn. Om even gewoon een realistische... Niet al die snufjes. Ja. En weet jij dat? Stel je maakt je leent die wagen van je ma. Ja. Die Micra. En je maakt een deuk. Gewoon dom. Ja. Wie ben je dan verzekerd? Zeg maar, is je ma dan de lul qua verzekering? Of ben jij... Hoe werkt dat? Volgens mij ik. Jij hebt WA? Of... Nou, ik reed. Ja, maar blijkbaar heb ik dus geen WA-verzekering. Ik heb al heel veel contracten getekend waarin staat je moet WA. En blijkbaar heb ik dat dus niet. Want als je dat niet hebt ooit gedaan, heb je dat gewoon niet. En sinds ik weet dat ik dat niet heb, trip ik erop. Maar ken jij niet iemand die meer weet van... Ik kan even bellen. Zo. Kan je voor mij vragen hoe ik erachter kom of ik WA-verzekerd ben? Aan deze guy gewoon. Hey Jan. Hey Daan, hey man. Hey. Hallo, stoor ik je? Nee man, nee, vertel. Ik had even een kort vraagje, want ik dacht misschien weet jij doet ook, omdat je ook met verbouwingen bezig bent en zo, misschien weet jij dit wel. Hoe weet je of je een WA-verzekering hebt? WA-verzekering, is WA-verzekering ongevallen? Ja, maar bijvoorbeeld stel ik ga mijn huis verbouwen en ik hak per ongeluk de riolering van de buurman door bijvoorbeeld. Volgens mij aansprakelijkheidsverzekering is B verplicht, volgens mij. Maar ik heb het nooit aangezet. Jij wel? Heb je helemaal geen verzekeringen? Ik bedoel, heb je niet ergens, weet ik veel, bij ANWB of bij Delta Lloyd of bij Londen? Weet jij hoe je dat checkt? Shit, nee. Oh, maar jij hebt in ieder geval gebouwd zonder je daar zorgen over te maken. Dat is best wel sick. Ik had een loodgieter en een elektricien en die wisten waar alles zat. En die zeiden ook van ja... Dat is even kut, maar dan dat sluit je daarna weer aan, of zo. Ah. Nee, thanks man, sorry, nee, dan ga ik gewoon even doorbellen. Ik dacht misschien, wist jij dit? Ja, sorry man, ik kan je niet helpen. Succes. Oké. Oké man, yo, fijn nieuwjaar, doei. Dankjewel. Real Talk met Young NNELG. Kijk, jij had heel erg zin in ribbelchips, toch? Ja. Heb je een beetje wat je wil hebben op dat vlak? Ja man, dat was wel... Dat is geen ribbel, maar dat is wel nieuw... Hoekse chips op de boerderij gebakken met paprika. Zo wennen aan de smaak op het begin, maar volgens mij is dit gewoon de real deal. En nu versierdrugs. Ik kan wel een beetje mezelf vertrouwen. Sorry, mag ik vragen? Je ziet er ongelooflijk leuk uit. Je hebt een frisse blik. Je hebt een beetje een soort van sportief figuur. Je ziet er atletisch uit. Je hebt een mooie vriendin ook. Ja, neem me niet kwalijk. Ik zag jullie gewoon staan. Ik dacht van, kan ik jullie misschien een drankje aan? Je zit ontzettend lang naar jou te kijken. En ik denk van, zij is waarschijnlijk hartstikke goed in sport. Kan dat kloppen? Volgens mij gaat het gewoon helemaal goed komen deze avond. Mag ik misschien vragen hoe jij heet? Van, jij heet waarschijnlijk Annemiek of Merel. Kan dat kloppen? Je ziet er gewoon hartstikke leuk uit. En ik hoop gewoon, samen misschien een drankje kunnen drinken. Zie je een vriend van mij? Ja, dat is Jochem. Die staat erachter. Die is ook... Oh, ik zag jou net dansen en ik was eigenlijk best wel jaloers, zou je kunnen zeggen. Nee, je hebt een ontzettend mooie figuur. Of je met me mee wil komen naar een huis aan Amstel, waar ik zeg maar woon met een vriend van mij. Oké, ja precies. Nee, begrijp ik. Nee, ja, je hebt andere plannen. Nee, dat is helemaal goed joh. Nee, tuurlijk. Daar hoort het bij, weet je wel. Mag ik nog zeggen, hele fijne avond. En dan zien we elkaar misschien nog een andere keer. Hey, goedenavond dames. Ik had eigenlijk een biertje te veel gehaald. Zou jij een biertje van me willen? Wat vind je ervan? Ben je het eens? Van zijn methode. Ja. Ik denk niet dat het zo werkt, man. Real Talk. Jan gaat volgens mij... heeft volgens mij spel, toch? Nu? Ja. 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 Ben je bekend met Dungeons and Dragons? Ik ken de franchise, maar ik ben er niet echt bekend mee. Ik ben de verhalenverteller en ik heb een scenario voorbereid. En jullie hebben allemaal een poppetje gekregen. Want het idee is dat we zeg maar samen een verhaal vertellen, een avontuur. Dus dat je ook praat vanuit je perspectief van je pop. Het is 500 jaar geleden. Okay. En we zijn in de stad Kirbyburgt, waar een dwerg genaamd Klauwhamer jullie heeft gevraagd om een wagenlading met proviant te brengen naar de ruige nederzetting Paladin. Een paar dagen reizen ten zuidoosten van de stad. Klauwhamer was duidelijk opgewonden en meer dan een beetje geheimzinnig over zijn redenen voor de reis. En zei alleen dat hij en zijn broers iets groots hadden gevonden. En dat hij jullie elk 10 goudstukken zou betalen om zijn voorraad veilig naar de nederzetting te brengen. Vervolgens vertrok hij te paard voor jullie uit, samen met een krijger-escorte van Holgoblins. Bewerend dat hij vroeg moest gaan om alvast wat zaakjes te regelen. Dus jullie zijn nu onderweg met een kar vol oude wapens. En die hebben al 3 dagen gelopen over de high road richting de nederzetting. Jullie zijn gewoon stugge mensen en nu opeens is het gewoon stil en de vogels beginnen te fluiten. Dus Nick, jij besluit gewoon het woord te nemen en jezelf gewoon een keer voor te stellen aan de rest van de party. Ik ben een halfling knotsvechter. Mijn ouders zijn omgekomen bij een viking raid en voor mijn ogen verkracht. Al mijn vrienden zijn dood. Ik ben opgevoed door trollen die mij geen liefde hebben gegeven, maar wel heel goed hebben leren vechten. Momenteel ben ik nerveus om verder het bos in te gaan, want ik heb daar al vervelende dingen meegemaakt vroeger. Maar ik heb dit keer wel stappen ondernomen om er zeker van te zijn dat we veilig zijn. Kijk me naar mijn loodzware koperknots, vol spijkers en oud bloed. Ik ben Urberserk. Ik kom van de 4e dynastie. Van de trollengeneratie. Van Jemberland. Ik voel me wel zelfverzekerd over deze journey. Ik wil wel die goudstukken eigenlijk getten, man. Ik heb als wapen een pijlenboog, dus als we ze op afstand zien, dan kan ik wel schieten. Dit is een onwaarschijnlijk verbondschap van 2 krijgers die elkaar op deze journey hebben ontmoet. En die lopen rustig verder. Maar als jullie om een hoek komen, zien jullie opeens iets voor je op de weg. Namelijk een omgevallen paardenkar. En als jullie nog wat dichterbij komen, zien jullie dat de paarden zijn gespiest met allemaal orkpijlen. En het is opeens akelig stil. De weg wordt ook nauwer en aan de zijkant van de weg zijn allemaal enge bosjes. Wat doen jullie? Ten eerste ben ik heel erg op mijn hoede. Gelukkig heb ik jou bij me. Je hebt Arons ogen. Ja, ik herken deze spitsen, man. Volgens mij komen deze van de 2e dynastie. Maar ik heb een idee. Wat als jij nu gewoon alvast daar naartoe loopt en de spitsen uit de paarden haalt? Want ik denk dat we die wat later goed kunnen gebruiken. En dan als er iets op je afkomt... Ik loop een stukje mee, maar ik blijf gewoon een paar meter op afstand. En dan... Maar daar zie je opeens een gewonde goblin liggen. Hey! Hey, kerels! Oh, wat fijn dat jullie er zijn, hè? Dat is goed? Ik ben op mijn hoede, nog steeds. Hij ziet er niet kwaad uit. En hij bejegent ons ook gewoon op een... soort vriendelijke manier. Hij noemt ons kerels. Hij komt vriendelijk over. Maar ik ben blij dat Glenn een oog in het zeil houdt. Urberserk. Ja, want het voelt... Urberserk, sorry. Ik ben Urberserk. Ga ik ook met de flow van het verhaal? Ja, maar ik moet... Het is een belangrijk besluit, dus ik moet ook even... Hoe heet hij ook alweer? Misschien moet je vragen om advies. Ja, want nu roep ik eigenlijk van... Yo, what's going? Nee, maar je weet het niet, dus vraag aan je vriend. Wat moet ik doen? Zeg, hier ligt een goblin. Urberserk. Nee, schreeuw het. Ja, oké. Urberserk. Hey. Ja. Oh, ik kom van... Ja. Oh, wacht. Ja. Misschien moet je... Hey. Ja. Maar... Nee, maar waar... Het is een... Je weet het niet. Hey. Nadenken. Wel een dope spel, man. Dank jullie wel. Fijn, mooi. Ja, dank. Mooi eind. Ja. Super. Als we terugluisteren is het heel emotioneel, denk ik. Ja. Nee, ja. Nou, dank jullie wel. Even dit proberen. Even. En heb jij iets met van die roleplaying dingen? Nee. Dat is een beetje het kip en het ei. The Boy Cried Wolf. Ja. Yeah. Heb je Beowulf wel eens gezien? Nee. Bedankt voor het luisteren naar de Joardy Film Podcast Real Talk met YUNG NNELG. Volgende week zesten we daar weer met een jendere podcast. Op dit moment zeisten we er niet meer, want we maken volgende week voor een nieuwe podcast.